En president Chandrika Prasad Santokhi viert vandaag zijn 64ste verjaardag. Op zijn Facebookpagina laat het staatshoofd op deze voor hem bijzondere dag weten dat het hem een eer is om Suriname uit de crisis te mogen leiden. Hij geeft aan dat de monetaire reserves wederom meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar zijn, de importdekking naar een gangbare norm is gebracht en de begroting op orde is gesteld. Op zijn verjaardag roept Santokhi het volk op haar bijdrage te leveren om het land weer op spoor te krijgen. Santokhi viert vandaag zijn 3e jaardag als president van de Republiek Suriname. En we blijven nog even bij het staatshoofd, want hij heeft gisteren een presidentiële commissie geïnstalleerd om de uitkomsten van de 8e FITS-conferentie te besturen en te realiseren. De FITS heeft onmiddellijke en volledige grondwettelijke erkenning van de inheemse volken geëist tijdens de FITS-conferentie van 2022. President Santokhi heeft in zijn toespraak tijdens de installatie benadrukt dat er voldoende draagvlak nodig is om de uitkomsten van de 8e FITS-conferentie te realiseren. De commissie bestaat uit 21 leden met verschillende referentiekaders en kundigheid. De bestuurder Ruiz G., 19 jaar, van de Mercedes-Benz, die de 35-jarige fietser Raymond F. in de vroege ochtend van zondag 29 januari dodelijk heeft aangereden aan de Quattaweg, is direct ingesloten. Het Openbaar Ministerie zegt dat de bestuurder van de Mercedes-Benz in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld. Mede op grond van de waargenomen letsels op het lichaam van Ruiz G., concludeert het Openbaar Ministerie dat hij de Mercedes-Benz heeft bestuurd.